Zo, hallo allemaal en een hele fijne hallo allemaal. En wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Vraag Vakantie Vincents. Deze keer speciaal voor jullie opgenomen vanuit het logeerbed. Want ik geef de beste antwoorden vanuit het logeerbed. En kijk eens wie er allemaal bij me liggen om erbij te staan bij deze enorme opgave die mij te wachten staat. Kijk, hier hebben we Tijger, zie je dat? Dat is Tijger. Zeg maar even hallo, Tijger. Ik moet trouwens wel opschieten, want ik moet echt teringhard schijten. Maar dat gaat helemaal goed komen. Hebben we hier buurman? Hey, buurman! Hey, buurman! Hey, buurman! Hey, hallo, moet je eens even kijken. Ik heb geen broek als je. Hey, buurman, buurman. Wat doe je nou, buurman? Oeh, even opschieten. Hebben we hier paard? Paard. En, nou ja, natuurlijk een unicorn. Een unicorn. Is unicorn. En, oh. Pandetje. Pandetje. Hey, pandetje. Ben je luipaard? Ben je luipaard? Hey, ben je luipaard? Ik wil een luipaard. Ah, we zullen het nooit weten. Nou, en natuurlijk hier. Smurf. 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 Smurf! Of zoals ze in het gooi ook wel zeggen, Smurf! Hey, Smurf! Maar goed, die is er ook bij. En Poes. Maar dan moeten we heel stil zijn, want Poes ligt te slapen. Ik zal hem voorzichtig oppakken. Kijk, zie je dat? Die ligt te slapen. Nou, en dan kunnen we beginnen. Jongens, ik kreeg van een van jullie een vraag. Wat vind jij van de overheid? Nou, er zijn meerdere manieren om daarnaar te kijken vanuit Vincent. Hè? Vanuit het 5D-perspectief, dus vanuit het absolute, vind ik daar niks van. Want alles is. Hè? En ik ben. Jij bent. Net zoals Tijgertje is. Het is. En zodra ik er wat van ga vinden, ja, dan ga ik het mezelf heel erg moeilijk maken. Want het leven, creatie, leeft zichzelf toch wel. Snap je wel? Of snap je me niet? Snap je me of niet? Shh, voor Smurf! Maar goed, alles is. Alles zal zijn. En daar gaat geen verandering in komen. Dus ik kan er wel wat van vinden. Maar dat had ik al gezegd. Dat schiet niet op. Vanuit de Boeddha-natuur, vanuit de 5D. Althans, ik weet niet of de Boeddha-natuur de 5D is. Want ik denk dat die nog wat dimensietjes hoger zit. Maar vanuit de liefde, vanuit creatie, vanuit het absolute, leeft het leven zich gewoon. Creatie creëert. En dat is wat het doet. Dus om daar dan wat te gaan vinden, weet je. Ga jij er wat van vinden als er een vogel voorbij vliegt? Huh, dan vliegt een vogel voorbij. Krijg nou toch wat. En godverdomme, 5 minuten te laat. Nee toch? Oké. Okay. Vanuit het 3D-perspectief, dus. Huh, van, wow, wow. Leven, wat de fuck is dit? En bla, bla, bla. Vind ik het stel kankercriminelen. Huh? En dat mag iedereen best weten. Het is gewoon een stel bende criminelen. En die proberen ons ergens heen te duwen waar niemand heen wil. Maar in Nederland ook echt niemand wat aan doet. En dat is best heel erg bijzonder. Althans, niemand wat aan doet. Het zijn maar een paar die zeggen van, hey, wat is hier aan de hand? En de rest die gaat gewoon vrolijk in de propaganda mee. Maar goed, vanuit dat perspectief is het ook gewoon creatie die de mensheid naar een nieuw evolutionair niveau duwt. Weet je, de meesten zijn er nou wel achter dat het een stel criminelen zijn. Maar ja, dan moeten de mensen zich nog uit die angst gaan verheffen, weet je wel. Want dat is wat waar het hier om gaat. Het is een oorlog op bewustzijn wat er gaande is. Een van de grootste oorlogen tegen de mensheid. Voor zover je jezelf een mens kan noemen natuurlijk. Het is een oorlog tegen de liefde. Hè? Laten we maar bewustzijn noemen. Sorry. Ze willen je in een lage trilling houden. Uiteindelijk zijn we allemaal energie. Zijn we allemaal een frequentie. Weet je, het hele universum bestaat uit trilling. Frequentie. Om. Maakt niet uit. En hoe lager. Ze willen ons in een hele lage trilling houden. En dat is de angst. Weet je? Als jij elke dag die kutkranten leest. En naar even Jinek kijkt. En naar RTL Nieuws en Gordon. Ja, dan blijf jij in een lage trilling. Maar jouw ware natuur, de Boeddha-natuur, is liefde. Oneindige liefde. Je bent een oneindig universeel balletje energie. Liefde. Creatie. Dat is wat jij bent. En daar willen ze je van weghouden.
Dus ga niet mee in die angstpropaganda. En leef gewoon je volledige... Ga naar je hart. En leef je volledige potentieel. Hè? Laat maar zeggen. Wat is jouw gift? Waar ben jij het beste in? Wat vind jij het allerleukste om te doen? Nou, en ga dat doen. En ga dat teruggeven aan de mensheid. Ga dat teruggeven aan het leven. Ga dat teruggeven aan creatie. Ga dat teruggeven aan de liefde. Geef de liefde terug aan de liefde. En ja, voor sommigen klinkt dat misschien een beetje raar. Uit die kale koekwouwse mond. Maar dat is wat het is. En dat is wat het allemaal ooit zal zijn. En dat is alles wat er ooit is geweest. Er is alleen maar liefde. Liefde, liefde, liefde. Dus ja, dat vind ik van de overheid. En Smurf! Smurf! Wat vind jij er nou van? Smurf! 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 Ja, ik vind er eigenlijk vrij weinig van. Grote Smurf! Dus heb jij ook een vraag voor mij? Voor vraagvakantie, Vincent? Stel hem hieronder en dan pleur ik hem online volgende week. Rond om en nabij de klok van 4:44-achtig. Want ja, je weet nooit wat er eventueel allemaal nog kan gebeuren in dit grote zijn. In dit oneindige spel van creatie. Deze video in ieder geval, die pleur ik dan vandaag online. En dan moet ik lekker weten. Jongens, hele fijne hallo allemaal. En zeg maar lekker smurf!